Maar we keken nog een keer terug naar die tweedeling moderniteit en traditie. We kunnen straks misschien hebben over de vraag of Europese traditie een goede benaming is. Gaat het om de vraag in zekere zin, je zou kunnen zeggen, waartoe zijn wij op aarde? Of wat is de zin van het leven? En een onderdeel daarvan is natuurlijk de vraag naar de zin van het recht. Het wat en het waarom van het recht. De natuur, de aard van het recht. Dat is een aspect daarvan. Dus, het recht maakt deel uit van het leven. Ook voor het leven in het algemeen geldt. De ultieme, de hoogste vraag is het, de vraag naar het waartoe. Naar het doel in zekere zin. Het waarom van alles. Nou, dan zie je dat de moderne aanzetten, verlichting en romantiek, op die hoogste vraag een volstrekt ander antwoord geven dan de traditie. Wat zegt wat zeggen die moderne aanzetten? In zekere zin dat er in de wereld, zoals die aan ons gegeven is, geen antwoord ligt op deze meest fundamentele vraag. Dus de wereld geeft je geen antwoord op de vraag wat te doen, hoe te leven. Wat is goed en kwaad? En dat betekent dat je dat antwoord ergens anders moet zoeken. Waar? In jezelf. Zowel de verlichting als de romantiek zeggen dat antwoord op de vraag wat te doen met mijn leven, dat moet ik zoeken in mezelf. Ik hou het heel kort hoor, waarbij de verlichting zegt... Nou, het hoogste, het sturende, het belangrijkste, dat zijn mijn begeertes. Dat zijn mijn wensen. Dat is dat wat ik wil. Dat bepaalt wat ik moet doen. En de romantiek zegt in de kern, het sturende, het fundamentele levensbeginsel is mijn, laten we maar zeggen, mijn diepe en unieke ik. Mijn diepe en unieke zelf. Dat moet ik zoeken, dat moet ik vinden, dat moet ik zijn, dat moet ik ontplooien. Andere woorden daarvoor zijn authenticiteit. Ik moet authentiek zijn of individualiteit. Ik moet mijn unieke individualiteit trouw blijven en gestalte geven. Ja, daar zie je, als je dit zo een beetje tot je laat doordringen, dan durf ik mijn kop om te verwedden, dan herken je al een heleboel. Hè? Want dat zijn de motieven, dat zijn de legitimatiegronden die in de actuele discussie overal spelen. Niet alleen de juridische discussie, maar ook de discussie in de kunsten, of de discussie in het onderwijs, de discussie in de psychotherapie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, de Europese traditie, en laat ik het gelijk verbreden, hè, want die Europese traditie die wordt hierin gesteund door de islamitische traditie, en de hindoeïstische traditie, en de boeddhistische traditie, et cetera, et cetera. Die heeft een volstrekt ander beginpunt. Want die zegt dat er in de werkelijkheid wel degelijk aanknopingspunten zijn. Dus los van mijn begeertes, los van mijn ik, die je op het spoor zetten naar wat je zou moeten doen met je leven. Naar het waartoe en het waarom, naar het goed en kwaad. En dat is de fundamentele betekenis
in de traditie van een concept als de lex naturalis, de natuurwet, waar jij over sprak. Een voorbeeld daarvan, slechts één voorbeeld daarvan, of, laat ik er twee geven. Eerste voorbeeld is bijvoorbeeld zijn bijvoorbeeld de 10 geboden uit de christelijke traditie. Hè? Exodus en Deuteronomium staan ze twee keer opgenoemd. De 10 geboden. Ja, wat moet je doen in het leven? Je moet je houden aan de 10 geboden. Dat is de voorafgegeven richting. En daar moet je aan houden. Daar moet je je ondergeschikt aan maken. Daar moet je ook je begeertes, verlichtingsdenken, ondergeschikt aan maken. Daar moet je ook het ik, het zelf, het unieke zelf ondergeschikt aan maken. Het gaat in het leven niet erom jezelf te vinden en te zijn. Het gaat er ook niet om je begeertes te bevredigen. Nee, het gaat er om een godvruchtig mens te zijn. Dat wil zeggen, de 10 geboden of, zo je wilt, het dubbelgebod van de liefde te gehoorzamen. Ook al staat het haaks op je begeertes, staat het haaks op je zelfontplooiing. Juist als het haaks staat op je begeerte in je zelfontplooiing. Dat is de traditionele conceptie van de wet. Het is wet met de wet met een hoofdletter. Het is de natuurwet, het natuurrecht. Het is niet de wet van de menselijke wetgever, lex humana. Die is ook noodzakelijk, maar die is ondergeschikt aan die natuurwet. En moet plaatsvinden als het ware binnen die grenzen aangegeven door die natuurwet. Ja. Even tweede voorbeeld. Nou, eerste voorbeeld van de christelijke traditie. Tweede voorbeeld komt uit de Griekse filosofie. Die zegt, Plato met name, Aristoteles ook in zijn navolging zegt, ja kijk, wat is nou die wet waar je aan moet houden? Nou, dat is de wet van de deugd of de wet van de deugden. U kent misschien de Nicomachische Ethiek van Aristoteles. Het is een prachtige introductie in zekere zin in de deugdenleer. Waarin Aristoteles een twaalftal deugden bespreekt. Met veel gevoel voor detail en nuance. Bijvoorbeeld een deugd als de rechtschapenheid. Of deugden als de moed en de matigheid. De vriendelijkheid, et cetera, et cetera. En daarvan zegt, kijk, die waarden, zo je wilt, die zitten als het ware ingebakken in de werkelijkheid. Die zijn vooraf gegeven. En die sturen ons. Die geven aan de richting die wij op moeten gaan. Die structureren ons streven. Die zijn als het ware een soort polster. Die kant moeten we op. Hè? Je moet als mens proberen matigheid te verwerven. Je moet de fortitudo verwerven. Hè? Dus de moed, de doorzettingsvermogen, incasseringsvermogen, et cetera, et cetera. Je moet proberen rechtschapen te zijn. Je moet proberen goede vriend te zijn, liefhebbend te zijn, enzovoorts. Even nog een keer ter verduidelijking. Ook dit is dus een soort algemene wet, een algemeen patroon, dat vooraf is gegeven aan de mens en dat volstrekt losstaat van de menselijke begeerte en het menselijke ik. Dus zowel de begeertes als het ik, verlichting en romantiek, dienen zich. Dienen ondergeschikt te zijn aan die wet. Dus waar de begeertes haaks staan op de deugden, moeten ze wijken. Of waar de zelfontplooiing haaks staat op de deugden, dan moet de zelfontplooiing wijken. Nou, zo heb ik in veel te lang alweer natuurlijk, het is hopeloos, maar toch een kort bestek geschetst wat het traditionele wetsbegrip is. En op welke manier dat wetsbegrip in de moderniteit, als het ware,
in het verdomhoekje terecht is gekomen. Nou, en dan is de vraag, hè, dit is als het ware, de dingen die ik nu gezegd heb, bevinden zich geheel op het niveau van de betekenisvraag. Maar de hoogste filosofische vraag heeft geen betrekking op betekenis. De betekenisvraag is een voorvraag. Uiteindelijk gaat het dan natuurlijk om de waarheidsvraag in de filosofie. Dus om de vraag, wie heeft er nou eigenlijk gelijk? De moderne opvatting, hè, is dat de ware opvatting? De begeertes of de zelfontplooiing, is dat de purpose of life? Is dat het doel van het leven? Hebben zij gelijk? En is dus die moderne opvatting vooruitgang ten opzichte van die traditionele opvatting? Dat is wat verreweg de meeste mensen aan en nu geloven, nietwaar? Of is het juist een achteruitgang? In die zin dat die traditionele opvatting, of opvattingen zo je wilt, die uitgaan van een bepaald voorafgegeven voorafgegeven wet, waaraan wij ons onder moeten schikken, is dat de superieure opvatting in de zin van de meer realistische, de meer waarheidsgetrouwe opvatting? En is dus de ontwikkeling van de afgelopen eeuwen en decaden, is dat niet een vooruitgang, maar is dat een achteruitgang? Dat is de these die in dit boek wordt verdedigd. Excuus voor de lengte van mijn antwoord. De thesis is dat het een achteruitgang is. Dat is de thesis, ja. Ja. Oké. Ja, dus, is daarmee? Ja. Die taal van de deugden, die is mij nu niet meer vreemd, maar het is niet iets waar ik mee opgegroeid ben. Dus het is iets wat ik aangeleerd heb gekregen. Hè. Wat ik wel heb geleerd, heel vroeg, en wat ik ook aan mijn kleindochters nu moet leren, is, je bent niet alleen op de wereld. Hè. En vandaar is het een korte stap naar de gulden regel. Dat is een naam die precies dat zegt. Hè. Doe niet aan een ander wat je niet wil dat anderen aan jou doen. En dat is eens te meer de confrontatie met andere mensen. En dat werkt heel moeilijk wanneer je te maken hebt met rotverwende kinderen. Want die hebben geen idee van andere mensen dus daar moet aan gewerkt worden om kinderen andere mensen te leren erkennen als andere mensen. En ze dus ook te leren hetzelfde ding met de ogen van iemand anders te bekijken. En dan kom je vanzelf, denk ik, aan die... het is niet vanuit jij, maar vanuit... Ja. Ik zeg dat niet zo graag, de deugden waar je aan moet onderwerpen, hè, maar je moet de realiteit van andere mensen erkennen en daarmee leren leven. En dat is voor mij de kern van opvoeding. En een van mijn wijsheidjes, het is dat eigenlijk de opvoeding is afgeschreven. Mensen worden bijna niet meer opgevoed, ze worden opgeleid. En dus ze worden van jongs af aan worden ze dingen aangeleerd, niet van hoe met anderen om te gaan, maar hoe bepaalde dingetjes aan te pakken en op te lossen op een bewonderenswaardige manier. In een boekje dat niet in de inleiding vermeld was, het is niet zozeer de utopie van de mensenrechten waarmee ik dan behalve het fundamenteel rechtsbeginsel bekend werd, maar de utopische verleiding. En de utopische verleiding begint met een inleiding waar ik zelf heel trots op was.
Omdat ze eens te meer gebruik maakt van de rijkheid van het Nederlands als een filosofische taal. Namelijk door een onderscheid te maken tussen vraagstukken en problemen. En heel kort samengevat, vraagstukken leer je oplossen op de juiste manier. En problemen, als je ze kunt oplossen, proficiat, maar anders moet je ermee leren leven. En als je naar ons onderwijs kent, geen enkele onderwijzer, geen enkele docent legt aan zijn studenten of scholieren een probleem voor. Wel, vraagstukken. En op een vraagstuk geef je het juiste antwoord of een verkeerd antwoord. En dat juist verkeerd antwoorden op een vraagstuk, of het kunnen oplossen van een vraagstuk op de juiste manier, dat is dan in de loop van de 20e eeuw tot een soort van wetenschap geworden. We noemen dat dan de studie van het intelligentiequotient, waarbij men intelligentie gaat meten. Maar men meet eigenlijk alleen maar het vermogen om kleine analytische vraagstukjes op te lossen. Daarom zijn mensen die hoog scoren in de Mensa-schaal, of hoe dat ook heet, het zijn niet echt altijd degenen die het best met hun problemen hebben leren leven. Ja, ze kunnen misschien analytische problemen, vraagstukken goed oplossen, maar voor de rest, als mens schieten ze vaak tekort, zijn ze absoluut niet indrukwekkend. En ik denk dat is de essentie van de morele dimensie, dat is met andere mensen omgaan. En dat brengt mij dan bij een opmerking bij het wetsbegrip dat Andreas vermeldde. Ik weet niet of dat het wetsbegrip is van, ja, hoe weet ook weer, die Nederlandse, protestantse Kuiperiaan. Nee, de Dooieweerst, ja. Door je eerste naam zegt het al. Goed, die. Nou, door je eerste staat in de christelijke traditie. Ja, dus er dus zijn zeker verwantschappen, overeenkomsten. Zijn notie van het wetsbegrip is heel. Volgens zo het moderne begrip eigenlijk. Ja. Want het oude begrip van wet is toch alleen in het Nederlands uitdrukbaar, dat zeg ik erbij. Alleen rechtstreeks uitdrukbaar. Dat is het geweten. En in de zin van conscientia, het samenweten, datgene wat geweten is. En het idee is precies dat men weet, mensen weten wat goed is, ze kennen de deugden. Dat was ook bij Plato zo, het is een kennisprobleem, deugdzaamheid is een kennisprobleem. Maar wij zijn dan overgeschakeld naar de Romeinse taal. Ja. En dan is de wet niet meer conscientia, maar het wordt een lex. En lex is een keuze, komt van het werkwoord leggere, dat een keuze maken betekent, en in het bijzonder de keuze van de gezagvoerder. Dus als we dat in het Nederlands moeten vertalen, dan zou dat eigenlijk moeten zijn niet wet, maar ban. Het is een ban, een verbindend bevel dat wordt uitgesproken. Onze taalgebruiken zijn daar volledig van afgeweken. Maar er is een verschil tussen het rechtsbegrip, het wetsbegrip in het klassieke rechts en het wetsbegrip, het banbegrip in de moderne opvatting van recht. Daar wordt de ban, het machtswoord van de heersers, van de bazen, van de UNO, van weet ik veel, dat wordt als de bindende regel beschouwd. En al de rest moet daarvoor buigen. Rechtspraak, ja, dat is een rechtsbron maar van tweede orde. De wet bepaalt wat het recht is. Maar de wet is niet het geweten. In de 18e eeuw bij Montesquieu, dus toch al een flink stuk in de moderniteit, was de wet, dat was le rapport nécessaire des choses. Die hing ook niet af van een machtswoord. Dat waren gewoon, zo zijn de zaken. Dat was een soort van kennis. En die opvoeding is precies die kennis van wat algemeen geweten is, bijbrengen in de eerste plaats, maar ook
toepassen in de praktijk. Ja. En men leert dat opvoeden, het gaat vooral voor kinderen, maar ook voor, het gaat verder. Maar men voedt kinderen op door, niet door ze lessen te geven, maar door ze het goede voorbeeld te geven. Dus zodat, als het ware, de concrete appreciatie van toestanden ingeoefend wordt. En dat is iets wat uit de moderne, op de opleiding georiënteerde opvoeding totaal verdwenen is. Men gaat kinderen opvoeden met, ja, eigenlijk met slagzinnen. En kinderen worden niet ingewijd in het leven, maar ze worden opgeleid tot een bepaalde rol. En ik denk dat dat voor een groot deel de bijna verdwenen onzichtbare maat is. Dat, namelijk dat men kan inschatten, dat men met problemen kan leven, dat men problemen kan behandelen, ook al is daar geen voorschrift voor. De zichtbare maten, dat zijn altijd die voorgeschreven dingen. Ja? Zoals iedereen die hier zit, zou in principe een masker moeten op hebben. Ja. Dat is geen wet. Nee, alsjeblieft. Dat is geen wet. Maar het is gewoon een machtswoord. Iemand heeft dat gezegd. Ja? En als die nu had gezegd, want ik heb moeten bellen, hoe zit dat? Ja? Of nee, ik had dat gevraagd, hoe zit dat? Want ik hoorde dat, het expertencomité aan het bijeenkomen was. En toen kreeg ik als antwoord, ja, je moet een COVID safety ticket, want alle vergifjes in het Engels tegenwoordig, je moet een COVID safety ticket voorleggen, behalve als we met minder dan 50 aanwezig zijn. Zijn wij blij. Ja? Want anders had ik weer 50 euro moeten betalen om hier binnen te mogen. Ja. Dus dat zijn de zichtbare maat en de onzichtbare maat. En wat dat is, als je die twee woorden zo naast elkaar zet, dan lijkt het nog altijd of het iets van hetzelfde is. Hè. Het is alleen twee soorten van maat, een zichtbare en onzichtbare. Maar voor mij zit er een groot kwalitatief verschil. En ik heb dat, ik probeer dat uit te leggen door het aan het Latijn herinnerende woord magnitude te gebruiken, een grootheid, zoals gewicht, snelheid, ja, en al die andere lengte, rijkdom, hè, al die andere meetbare dingen, dat zijn magnitudes. Maar daarnaast heb je dingen zoals goed en kwaad, schoon en lelijk, waar en onwaar, recht en onrecht. Hier gaat het archeologie van goed en kwaad, maar het had even goed archeologie van waar en onwaar of van schoon en lelijk kunnen zijn. Want in de klassieke traditie zijn dat allemaal gewoon maar aspecten van dezelfde eenheid. Ja. En wat is die eenheid? Ja, Plato noemde die het goede. Later werd dat dan, er was een E te veel waarschijnlijk, en dat werd het godsbegrip. In de middeleeuwen, wat is God? God is waarde, waarheid, God is recht, God is liefde, God is, wat heb ik nog allemaal, ja, goed. Dat is al die attributen, die werden toegeschreven aan één subject, dus. Het zijn geen vrij zwevende dingen, recht hier, en daar, schoonheid. Nee, het zijn allemaal zaken die op één subject van toepassing zijn. Maar dat kun je niet zien als grootheden of magnitudes. Want bij een magnitude heb je nodig een eenheid van maat. 1 meter, 1 kilogram, 1 euro, of ja, euro. Dat soort dingen bedenk ze maar, we verzuipen tegenwoordig in de eenheden, bits per seconde. Maar wanneer we het hebben over goed en kwaad, dan gebruik je geen eenheden. Je spreekt over, wanneer je het hebt over een maat, ongelukkig woord in dit geval, van goedheid, ga je spreken, nee, dat is een toppunt van goedheid.
En dat is, het ene is beter dan het andere, maar daar zit daar geen kwantitatief aspect aan. En dat heeft fundamentele gevolgen, omdat, en dat heb ik eigenlijk geleerd van, de naam is eerder gevallen van Anselmus van Canterbury, een verre grondlegger van de christelijke traditie, de moderne christelijke traditie, dat wil zeggen na de duistere tijden, de christelijke traditie waaruit het westerse christendom is voortgekomen, die Anselmus van Canterbury eigenlijk, hij schreef toen hij nog een monnik was in Bec in Frankrijk. Ja. Dus die Anselmus van Bec, die had het niet over eenheden van goedheid, maar die had het over dingen die niet beter kunnen gedacht worden dan. Ja. Iets beter kan niet gedacht worden dan. Iets waarder, meer waar kan niet gedacht worden dan. Iets rechtvaardiger kan niet gerechtvaardigd worden dan. Dus er was een soort van toppunt van die goddelijke attributen die hij dat dan invoerde. Dat toppunt van attributen, dat is eigenlijk de enige maat die we hebben. En je komt daar dichterbij of niet dichterbij, maar je hebt geen kwantitatieve vergelijking. En het mooie, dat was dan niet van Anselmus van Canterbury, maar een bedenksel van Leibniz, vele honderden jaren later, die zei ja, als je zou denken dat God een grootheid is, en dat was eigenlijk de Romeinse idee, dat vind je bij Seneca, magnitudo, quod maius non cogitare possit. Dus een grootheid groter dan de welke men niet kan denken. Wel, nu zegt werkte Leibniz op, dus ook al een tijdje geleden, als je op die manier over God denkt, dan kan hij niet bestaan. Want dan is hij zoiets als het grootste getal. En wat je ook voorstelt als het grootste getal, er is altijd een groter getal. En als je dat dan denkt, ik neem dat dan als grootste getal, dan hoef je er maar één eenheid bij te tellen of te vermenigvuldigen met twee, en je hebt weer een groter getal. Dus er komt absoluut geen einde aan. Je vindt, die God verdwijnt. Ja. Maar de God van de christelijke traditie is eigenlijk begrensd door zijn toppunt of volmaaktheid van zijn attributen. Wijzer dan dat, dan hij of zij of het, hoe je het wil noemen, kan niet gedacht worden. Dus je kunt niet maal twee doen. Je kunt gewoon niet meer denken dan je kan denken. Je kunt niet verder gaan in je denken. Dus daar wordt een totaal, ik zal niet zeggen maatloze wereldbeschouwing gegeven. Maar het is een wereldbeschouwing die duidelijk verschilt in haar opvatting van wat maat is. Maat is eigenlijk meer het richtsnoer, het einddoel van een streven, dan dat het een soort van berekenbare eenheid is. Maar verschilt met wie dan? Verschilt Seneca. Dus Anselmus verschilt met Seneca? Ja, Seneca, dat was de eerste eeuw na Christus. Hè, dat, de eerste eeuw van het keizerrijk. En Anselmus zit in de 11e eeuw. En Anselmus was op dat moment natuurlijk, zoals de meeste mensen, Rome vergeten. Er was niet zoveel van Rome overgebleven in de 11e eeuw. Maar wat er wel overgebleven was, dat was de geschriften van, dat waren de geschriften van Augustinus. Hè? En die was natuurlijk, dat was de grote man van het christendom in de 11e eeuw. Waarom? Omdat het ongeveer de enige grote schrijver was met een uitgebreid oeuvre. Hè? Dat men kon bestuderen. Niet zomaar een klein dingetje hier en een klein dingetje daar. Maar een duidelijk bekwame en veelzeggende schrijver.
En Anselmus werkte in die traditie van Augustinus, maar vooral, en dat is dan waar ik het daar net over had, de platonische elementen daarvan. Er zat natuurlijk veel andere dingen in Augustinus, manichees en dergelijke, maar de platonische elementen die werden door Anselmus in zijn beroemd godsbewijs opgenomen. Die goddelijke attributen die zitten daar in, en dat zijn eigenlijk herinneringen aan Plato. Dat was een van de weinige vriendelijke dingen die Bertrand Russell in zijn in de tijd algemeen gekende geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, als ik het mij niet vergis, over het christendom schreef hij, Anselmus heeft de platonische ideeënleer geperfectioneerd. Hij voegde er natuurlijk aan toe en daardoor is die eigenlijk irrelevant geworden. Een typisch Russell uitspraak op het moment dat hij eigenlijk zelf geen filosoof meer was, maar eigenlijk een soort van publieke intellectueel. Ja, dus hij kon goed schrijven en hij was heel grappig soms. Maar in zijn jeugd, toen hij zich met wiskunde bezighield, dan was hij wel geïntrigeerd door dat godsbewijs. Ja. En waarom? Omdat het eigenlijk een manier van denken voorstelt waar wij niet meer aan gewoon zijn. Wij zijn gewoon te denken in termen van maten, in de zin van eenheden. Ik heb dat meegemaakt toen ik hier kwam studeren, dat was in 65. Dus eigenlijk het begin van de ondergang. En een van de eerste boekjes die ik dan in filosofie te lezen kreeg, dat was van Etienne Vermeers. Dat ging over filosofie van de esthetiek vanuit een informatietechnisch oogpunt. En dan zat je dus de hele tijd informatica te lezen, dat wil zeggen hoe je hoeveelheden informatie kwantificeert op een manier van een ingenieur. En dan werd daarmee gespeeld, zodanig dat een combinatie van hoeveelheid informatie staat dan voor orde, en een hoeveelheid ruis staat dan voor wanorde, in de juiste verhouding is dat dan kunst. Daar komt het argument dan weer op neer. Natuurlijk, de juiste verhouding, is dat een kwantificeerbare maat, zou je dat moeten vragen? Natuurlijk niet. Niemand heeft ooit met een stapeltje mooie steentjes en los zand kunnen zeggen, kijk, als ik die op die manier, in die verhoudingen, bij elkaar leg, op zoveel afstand van elkaar, dan heb ik kunst. Toch niet in het tijdperk voor Jan Hoed. Maar dus die obsessie met meeteenheden, ik vond dat zo absurd. Het was natuurlijk intrigerend. Je begint daaraan van, aha, wat ga ik hier leren? Maar uiteindelijk zit je met totaal lege handen. En dat was het ene boek na het andere. Dus de zichtbare maat, toegepast in morele zaken, dat leidde tot niks. En dus, ja, uiteindelijk begon ik dan zo, ja, je moet het op een andere manier gaan zoeken. Dat was dan mijn benadering. En dat was dus niet ingegeven door een bepaalde deugdenleer. Ja. De ontdekking van die deugden waar we het over had, was voor mij eigenlijk meer een soort van consequentie van dat zoeken naar de beste oplossing, ook al is die niet berekenbaar. De manier waarop wij met problemen omgaan. Kijk, die kwestie van die kwantificering. Ik geloof, dat is niet iets wat ik nou bijvoorbeeld uitgebreid in mijn boek aan de orde stel. En ik geloof ook niet dat ik geloof eerlijk gezegd een beetje dat het een red herring is, die kwestie van die kwantificering. Ik geloof wel dat het ook het onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare maat
zou ik, ik zou daar iets anders over willen praten. Mag ik dat proberen? Kijk, de wet van de wetboeken, die hier aan de rechtenfaculteit ook gedoseerd wordt, dat is een zichtbare maat. Het woord maat hier betekent hetzelfde als regel. Je wordt de maat genomen, nietwaar? Dus er wordt je een regel gesteld. Nietwaar? Er wordt gezegd, dit mag wel en dat mag niet. En die is zichtbaar in de zin van dat je hem kan opzoeken in de wetboeken. En hij is zichtbaar in de zin dat de politie op straat loopt die dat allemaal handhaaft. En dat je eventueel voor de rechter gesleept wordt en in de gevangenis wordt gegooid. Maar belangrijker is dat dat een door mensen gestelde maat is. Thomas van Aquino, lex humana, de menselijke wet, de menselijke maat, de menselijke regel, het menselijke recht. Ja? En nu is de vraag, is that all there is? Niet waar? Wat ligt er aan de grondslag van die menselijke wet? Van die menselijke maat, van die menselijke regel. Ligt daaraan ten grondslag niet meer dan willekeur en macht. Oftewel, willekeur van de machthebber. Iemand is aan de macht en die zegt van, nou, dit lijkt me wel leuk. Ik heb de macht, dus ik maak nu zo'n regel en jullie moeten je eraan houden, want anders ga je naar de gevangenis. Het gaat dus om de vraag, wat is de grondslag van die maat? Van die menselijke maat. Is dat puur willekeur, koem, macht? Is het puur de willekeur van de machthebber? Is het in een democratie dus, de machthebber is het volk, of de meerderheid, zou ik zeggen. Is het puur de willekeur van de meerderheid? Of, en kijk, en het kan natuurlijk heel vaak de willekeur van de machthebber zijn. En historisch gesproken is het ook vaak de willekeur van de machthebber. Dat is niet de vraag. Hè? De vraag is het ontologisch gesproken, is het per definitie gesproken alleen maar de willekeur van de machthebber? Omdat er eenvoudigweg in de wereld niets meer is dan dit. Of, en dat is de grondslag van die hele traditie waar ik het over heb, is er ook nog zoiets als een voorafgegeven maat, of regel, of hoe je het ook wilt noemen, norm, normativiteit, ingebed, ingebakken in de werkelijkheid, in het bestaan, in het zijn, die voor de wetgever, voor de maker van de menselijke maat, maatgevend is. En waarbinnen dus, als het ware een hogere maat, noem het een goddelijke maat, voor mijn part, die normatief is ten opzichte van die menselijke maat. Dus die als het ware paal en perk stelt aan die willekeur van die machthebber. Ja? Dus een eenvoudig voorbeeld zijn natuurlijk de 10 geboden. Wij komen uit een traditie van 2000 jaar die zegt, oké, we hebben een koning nodig, we hebben een parlement nodig, we hebben een menselijke wetgever nodig. En die staat vrij om, al naar gelang de nood van het moment, bepaalde regels te creëren en af te dwingen. Maar die regels mogen niet de hogere regels, de hogere maat schenden. Want dan is er sprake van tirannie. Dus die regels, die lex humana, die moet gestalte krijgen binnen het kader van die hogere voorafgegeven regels. Nou, dat is de kernvraag. En dan kom je dus bij zoiets uit als wat ik dan hier noem de onzichtbare maat. Dat heeft met kwantiteit niks te maken. Dus het is een complex begrip. Laat ik opstijgen vanaf van hele eenvoudige voorbeelden naar wat ingewikkelder. Het is allemaal makkelijk te begrijpen hoor, maar het meest voor de hand
handlicht voor de stier, hè. Is er nou een maat wat betreft, voor wat betreft het eten? Ja, je kunt te veel eten en je kunt te weinig eten. Niet waar? Als je te veel eet, word je te dik. Als je te weinig eet, dan ga je uiteindelijk ook dood, zal ik maar zeggen. Dus er is een juiste maat wat het eten betreft. Interessant genoeg is die maat ook nog eens niet voor iedereen hetzelfde. Want als je een grote sterke kerel bent, is de juiste maat wat eten betreft anders voor jou dan voor een kleine frelle dame van 45 kilo. Dan moet je dus... Je moet goed kijken, niet waar? Zoals een rechter ook moet kijken, wat is de juiste strafmaat gegeven de omstandigheden van het geval, niet waar? Tweede voorbeeld, maat wat betreft kleding. Je kan te grote kleding komen, je kan te kleine kleding kopen. Het is allemaal gebrek aan maatgevoel. Het is belangrijk dat je maatgevoel ontwikkelt. Nou, laten we die voorbeelden nou eens doordenken en verder abstraheren. Als ik nou een begrip gebruik als tact. Tact. Een voorbeeld van tact, dus dat speelt hier. Hè? Je kan wat is nou precies tact? Stel iemand een domme vraag. Ja, hoe ga je daarmee om? Dan moet je tactvol mee omgaan. Je kunt er ook tactloos mee omgaan. Ja, dan lukt het je dus niet om de maat, om maat te houden. Het heeft niks met kwantiteit te maken, hè? Tactloosheid kan ook zijn te lang spreken. Of te kort spreken. Maar tact is een ingewikkeld concept, maar heel belangrijk. Iedereen weet dat, iedereen ziet dat. Tact is een soort deugd, wordt ook door Aristoteles besproken. Neem de deugd van de moed. Ook dat, je hebt een teveel, de overmoed of de hubris of de hoogmoed of je het ook wilt noemen. En je hebt een te weinig, de lafheid. Allebei zorgt dat je die maat mist. Nou, dit zijn allemaal niet maten die ingevoerd zijn door een menselijke wetgever. Dat zijn maten ingebed in de werkelijkheid. En onze taak als mens, gedacht vanuit de traditie, is om steeds weer die onzichtbare maat die ingebed is in de werkelijkheid, om die te vinden en die te volgen. Niet waar? En dan gaat dus in die discussie, in die traditionele discussie, nou, laat ik zo zeggen, die traditie is niet een eenheid. Het is niet zo dat al die mensen het helemaal eens zijn over al deze dingen. Maar, dus er wordt enorm over gediscussieerd. Maar gezamenlijk uitgangspunt is de gedachte, er is een onzichtbare maat. Ja? En de discussie die op het scherp van de snede wordt gevoerd, gaat over de vraag, ja, wat is die dan precies? Hoe ziet die er precies uit, die onzichtbare maat? En daar verschilt men enorm van mening natuurlijk. Zoals wij mensen altijd met elkaar van mening verschillen.